Namaste vanuit Calcutta. Ik ben onderweg naar de Bellarmut tempel. En wat is dat nou? Het is een tempel waar eigenlijk alle stijlen, dus van de verschillende geloven in India, er zijn een hele hoop verschillende geloven en nog wel veel meer verschillende talen. Ik heb gehoord dat meer dan 226 verschillende talen in heel India. En dat is geen grapje. Maar we gaan dus naar de Bellarmut tempel. Daar worden dus het christendom, het hindoeïsme en het moslimschap worden daar eigenlijk gecombineerd in één stijl. Het schijnt heel gaaf te zijn om te zien. Voordat ik daarbij moet ik wel eerst de hele grote Ganga rivier over. Hele belangrijke rivier. Vertel ik later wat meer over. We gaan er eerst naartoe. Let's go. Kun je hier in Calcutta natuurlijk de bus nemen, de tram, de trein. Of je kan gewoon gaan lopen. Maar wat je ook kan doen, is een riksja nemen. En dat ziet er wel uit. En dat is niet erg. Wat ik nu doe is eigenlijk heel goed, want ik geef deze meneer werk. Ik zorg ervoor dat hij inkomen heeft. En dit zijn nou echt de lokale mensen. En dan zit je als een prins op een paard. Op een fiets. En deze meneer brengt mij nu naar de locatie waar ik heen moet om de ferry te pakken. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Het is gelukt. Ik zit nu op de Ganga rivier en we gaan nu naar Bellarmut. En dat is hier precies. Jullie kunnen hem al zien. Ik ben heel benieuwd. Deze rivier is gigantisch groot. Kijk maar eens. Hallo. En dit is hem dan, de Bellarmut. Dit gebouw was helemaal klaar in 1938. Maar degene voor wie het eigenlijk gebouwd is, die was toen al dood. Maar nog steeds is het een plek waar ontzettend veel hindoes, maar ook moslims en ook christenen komen. En je mag hier absoluut niet filmen, dus daarom doe ik het heel stiekem. Kijk, is dat ontzettend gaaf. Binnen lukt het niet om te filmen, maar buiten